Hey, what's good? Het is je Panzer Vechter. Super tof dat jij kijkt naar deze soort vlog. En als eerste, ik heb echt super lekker geslapen, maar ja, als je slaapt en je wordt wakker, wil je natuurlijk wel even dansen. Goedemorgen! Oké, dus ik heb nu al helemaal geen zin in de dag, maar kijk wat weer het is. Ja hoor, de zomer is echt net voorbij en het moet meteen weer regenen. Genaai. Oké, als eerst gaan we even lekker smikkelen, dus dan gaan we even lekker eten. Dan heb je je brood, doe je die open. Ik denk van, wow, ik wil vandaag wel eens even lekker pasta. Nu in onze dikke Ferrari, mijn privéchauffeur. En we gaan ook iemand ophalen. Ik ga hem straks tegemoet rijden in de trein. En dat is ook iemand heel speciaal. Jullie kennen hem niet, jullie hebben hem nog nooit gezien. Dus ja, dat zien jullie straks allemaal. En eerst gaan we even lekker toeren in onze Ferrari. Max Verstappen neemt de bocht. Ik kan die auto rijden hoor. Oké, dus ik ben in de trein en ik ben hier met iemand die ik nog nooit heb gezien op mijn hele YouTube kanaal. Oké, hier komt die mensen. Maar waar we heen moesten is dus, we moeten naar de Ridderzaal en daar zit iemand op ons te wachten van Worldskill. En als je denkt van, nou wat is dat nou, blijf dan even kijken, want daar gaan we nu heen. Oké, mensen, we staan nu in het binnenhof en daar is de Ridderzaal. En we zijn met de enige echte, met Esther en zij is nationaal kampioen. Bloemschikken. Esther Wijnberg, ik doe mee met Skills in Abu Dhabi. En nou, wat doe je precies mee aan Skills? Wat is Skills en hoe ben je erbij gekomen? Skills is een organisatie die voor het MBO staat. Ja? Dus alle studenten kunnen eraan meedoen. Voor... Dus ik doe MBO en ik doe grafische vormgeving. Dus ik zou eigenlijk gewoon zo mee kunnen doen als ik wil. Ja, als of word je gevraagd? Hoe gaat Je kan echt meedoen qua school. Ja. En dan zijn er voorrondes, dus dan kun je voor opgeven voor school. En dan ga je tegen iedereen uit je eigen school ga je strijden. En dan gaan er twee door vanuit school. En dan ga je dus naar de kwalificaties. En daar gaan alle scholen vanuit heel Nederland gaan tegen elkaar. Dus uit elke school heb je zeg maar twee leerlingen die doorgaan. En dan ga je tegen elkaar strijden. En hoe ben je nationaal kampioen geworden? Het begint echt met Skills Heroes. Ja. Daar begint het mee en dan krijg je de voorrondes, kwalificaties en uiteindelijk de finale. En voor de rest, je hebt dus ook een soort WK. Dus ik zie het nu uit voetbalvorm. Je hebt dus eigenlijk eerst een soort EK en WK. Ja. En dat is World Skills. Maar hoe gaat dat dan precies? Want ik heb er wel wat over gezien. Maar vertel eens wat meer, hoe gaat dat? Nou, World Skills houdt in dat je... Dus ik heb genoeg punten in Abu Dhabi in Amsterdam gehaald. Je moet meer dan 500 halen. Excellent slagen. En dan mag je mee naar de World Skills. Oké, dus, maar jij gaat dus tegen 21 mensen strijden en het is dit jaar toch? Ja. In Abu Dhabi? Ja. Maar hoe ga je daarheen? Gewoon met een vliegtuig of dus? Ja, met een vliegtuig. Oh, dat is wel lekker. Oké, dan vraag ik misschien af van, hey, waarom staan jullie hier bij de Binnenhof en bij de Ridderzaal? Nou, we gaan geen draken verslaan, nee. Want hier, van Prinsjesdag 4, daar komt de koet. Daar komt dan de koning en zijn vrouw en zo komen de koet met paardje hiervoor. En er is een man en die gaat ons helpen, want die heeft bloemen voor de Prinsjesdag. Die gaat ze maken. Oké, dus helemaal perfect cool. Maar waar gaan we nu heen? Naar Wassenaar. Kom, naar de bloemist. Let's go. Waar zijn we? Bij het Toefje. Bij het Toefje. En kijk, wat hebben we hier? Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Hi. Steven Vechter. Tom Verzel. Esther. Welkom, nog gefeliciteerd. Dankjewel. Dank van je hoor. Vertel, wat is dit allemaal? Nou, je ziet het, staat hier helemaal vol met bloemen. Heel veel bloemen. En we zijn allemaal bloemstukken aan het maken. Deze die je nu ziet, die komen bijvoorbeeld in de Ridderzaal te hangen met Prinsjesdag. In de Ridderzaal? Aan het balkon. Daar is een enorm balkon van bijna 20 meter. En dan komen al deze stukken achter elkaar zo aan te hangen. Heel stevig aan het balkon vastgemaakt worden. Ja, want als de hoedjes in de Ridderzaal zitten, dan mag natuurlijk niet. En hoe lang doet hij dit al? Nou, de bloemen voor de Ridderzaal mag ik dit jaar voor de 5e keer doen. Oh, kijk. Ja. En mijn eigen winkel, dat doe ik al 35 jaar. Zo oud ben ik nog niet eens. Ja, 35 jaar. Nou, hoe bijzonder is het nou om de bloemen te verzorgen voor de Ridderzaal? Nou, eigenlijk is dat natuurlijk een enorme eer. Dat je de bloemen voor de koning en de koningin mag maken. Wat in de Ridderzaal staat. Ik werk al 25 jaar voor Bloemenbureau Holland. Dat is zeg maar een Nederlandse organisatie die promotie doet
voor alle bloemen en planten over de hele wereld. Daarvoor reis ik ook de hele wereld over. Ja. En zo kom je eigenlijk in een soort circuitje. Al leukste wat u ooit heeft gedaan, of heeft u nog iets gedaan dat u denkt van? Ja, er zijn zoveel dingen. Ik ben ook 3 keer in Rome geweest bij de paus, bij de bloemen met Pasen. Ja. Dat de paus zegt bedankt voor die bloemen. Ja, die ken ik. Dus van het Witte Huis en de koning en de paus. En, ja, dat is dus, heel vet. Dat zijn zoveel hoogtepunten. Ja. Maar dit is bijzonder. Tuurlijk is creatief, maar ik bedoel, als je ziet wat jullie maken op demonstraties en zo, dat vind ik, ja, dat is bijna kunst. Ja, dat is het. En dit is wat klassieker, tuurlijk. En commercieel. Precies, misschien is dat het betere. Ja. Nou, daar heb ik nog een hele belangrijke vraag, want ik doe MBO en zij ook, en daarom gaat ze naar Wildskills. Maar heeft u ook MBO gedaan? Of zeker, zeker. Daar ben ik mee begonnen. Ik ben na mijn opleiding, ik heb een LEAO, dat ik weet niet of dat überhaupt nog bestaat. Nee, dat ken ik niet. Je hebt een hogere economische school en een middelbare en een lagere. Ja. Dus ik heb een lagere economische school gedaan, daar ben ik mee begonnen. En zo ben ik eigenlijk stapje voor stapje heb ik mezelf opgewerkt. En waarom heb je ervoor gekozen om deze bloemkeuze te kiezen? Dat vind ik een hele goeie. Daar heb ik niet voor gekozen. Ik heb er natuurlijk wel een beetje de hand in. Goh, meneer Verzel, zou u weer de bloemversiering willen maken in de ridderzaal? Nou, dat wil meneer dan wel natuurlijk. En dan moet ik 3 proefboeketten maken. We hebben in dit geval een sponsor gevonden die een deel van de bloemen wil sponsoren. Bijvoorbeeld de gerbera's en de rozen. Ik mis een hele domme vraag. Vertel. Maar welke zijn de gerbera's en de rozen? Deze ronde. Ja. Dit zijn gerbera's. Nog dezelfde vorm, maar dan kleiner. En ja, die heet dan ook Germini. Oh, dit is een mini. Ja, ja. En dit zijn rozen. Deze. Oh, oké. Okay. Die Peach Avalanche, heel goed. Kijk, hey. Nou, ik wil hartstikke erg bedanken dat we konden kijken. Nou, Esther, jij ook reuze bedankt voor je komst. Hartstikke bedankt. Ik wens je ongelooflijk veel succes in Abu Dhabi. En ik ga jou volgen nu ook, hoor. Heb ik ook nog een vraag? Ja. We gaan mij ook volgen, toch? Ja, natuurlijk. Wij krijgen het wel te horen, toch? Ja, nee, dank. Oké, we staan hier voor de tulpen. En nou ja, hoe we het hebben. We zijn hier met bloemen bezig en we hebben ook nog een tulpen. Nou, oké, vond je deze video nou leuk? Zorg er zeker voor dat je even liked en abonneer. Ja.